angstaanjagend, bloeddorstig, met een voorkeur voor mensenvlees. Maar zijn ze werkelijk zo gevaarlijk? Ja. Mevrouw Hoogrim. Mevrouw Hoogrim. Frida? Dit klopt helemaal niet. Ze hebben geen voorkeur voor mensenvlees. Ze eten voornamelijk plantaardig voedsel. En George. Zouden jullie je opmerkingen kunnen bewaren tot na de video? Trollen en mensen zijn elkaars natuurlijke vijanden. Oh, we zijn geen natuurlijke vijanden. Frida, toe. En recentelijk de heldhaftige inspanningen van het Veiligheidskorps garanderen al generaties lang de veiligheid van de burgers van Trollberg. Door waakzaam te blijven en het gevaar één stap voor te blijven, telkens weer. Maar zo makkelijk is het niet altijd gegaan. Toen de eerste mensen naar deze vallei trokken, waren brute aanvallen door trollen aan de orde van de dag. Onze voorouders hadden het waarschijnlijk niet overleefd, maar gelukkig waren ze in het bezit van het symbool van Trollberg. Deze eenvoudige bel. En onder leiding van Erik Aalberg, hoofd van het Veiligheidskorps... Hey, dat gaat niet zomaar!